Wij komen altijd hier naar Spronk Muzieksalon. Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week vond de opening plaats van Muzieksalon Spronk. Een middag vol muziek waarin de plannen van het komende jaar werden gepresenteerd en er spetterende optredens plaatsvonden. Wij staan hier bij Jetje van Wijk en Jetje is de grote spil van de Muzieksalon Spronk. Jetje, hoe lang is het geleden dat jij hiermee begonnen bent? Nou, toen de firma Spronk, Muziekhandel Spronk, nog er was, waar we fijne cd'tjes konden kopen. En dat is denk ik zo'n 9 jaar geleden of 7 jaar geleden, zoiets. Ja. En kun je iets zeggen over hoe die Muzieksalon Spronk zich ontwikkeld heeft? Want we hebben natuurlijk niet meer de zaak, hè, de muziekzaak Spronk, maar de Muzieksalon Spronk is springlevend, denk ik. Vertel. Ja, dat is zeker. Nou, we zijn eigenlijk van een leuk, vriendelijk initiatief zijn we toch uitgegroeid tot iets wat wezen mag. Het is allemaal professioneel van niveau. En we hebben een vaste kern bezoekers. Iedere maand komt er wel zo'n 80 mensen op af. Dus ja, we mogen niet klagen. Muziek is heel erg belangrijk voor mensen, denken wij. Kunt u zeggen waarom het voor u belangrijk is? Ja, wij komen altijd hier naar Spronk Muzieksalon. Mijn man heeft al sinds lang Alzheimer, gaat ook naar dagopvang, heeft altijd van klassieke muziek gehouden en dit spreekt hem heel erg aan. Dit is voor hem herkenning en hij wordt er heel rustig van. Peter, meestal gaat de muzieksalon over klassieke muziek, maar jij gaat geloof ik iets anders doen. Ja. Ik begreep van Jetje van Wijk dat er vanuit het publiek een vraag was gekomen over jazzmuziek, of er aandacht aan besteed kon worden. En toen ben ik benaderd. Muziek is heel belangrijk voor mensen omdat het emoties naar boven kan halen die je met woorden nooit naar boven krijgt. Bijvoorbeeld als je verdrietige muziek hoort, dan voel je ook die emotie. Breda Nu. Je weet het meteen.